aan de volgende. Oh ja, nou ik doe echt gewoon even twee rondjes. Ja, voor jou allemaal wel, denk ik. Ja hoor. Je pakt nu ook gewoon de voorste. Ja hoor. Dat maakt eigenlijk helemaal niet uit hier. Ze zijn in principe allemaal gelijk, maar ja. Ja, er zitten altijd wat kleine verschillen in, maar dat is te verwaarlozen. Lekker? Ja hoor. Ja, het was wel foutloos toch, of niet? En nu heb je voor de tweede keer het wereldkampioenschap gehad. Dat vind ik toch wel bijzonder. Ja, dat is heel bijzonder. Ik ben, toen ik 10 jaar was, ben ik hier bij Innocard in Middelburg begonnen met kidsclub lessen. Ik vond het echt meteen ontzettend leuk, maar ik was nog niet zo heel snel. Dus ik heb jarenlang hier zo veel gereden. Eerst lessen, daarna wat kleinere wedstrijden. En vervolgens ben ik ook naar grotere wedstrijden gegaan. En eigenlijk door de jaren heen steeds fanatieker geworden en steeds beter geworden. En ja, de laatste jaren ben ik ook internationaal een van de toonaangevende rijders in het indoorkart. Dus, ja, ik had er eerlijk gezegd helemaal geen idee van, want ik heb zelf wel eens gekart. Maar ja, het is geen sport die ik volg of zo. Maar hoe moet ik me dat nou voorstellen? Van hoeveel teams zijn er nou die meedoen? Of hoeveel moeite moet jij doen om je überhaupt te kwalificeren voor zo'n kampioenschap? We doen ongeveer 180 rijders mee aan zo'n kampioenschap, dus dat is best wel veel. Maar dat zijn wel rijders van over de hele wereld, dus je ziet dan ongeveer 10 Nederlanders die daarbij rijden. Okay. En op zich, het kwalificeren voor zo'n evenement is niet heel moeilijk, omdat het allemaal vrij laagdrempelig is. Maar als je echt mee wilt doen om de prijzen, dan moet je daar echt heel veel tijd en moeite in steken. Want het niveau van de toprijders ligt gewoon heel erg hoog en dan komt het echt op de details en de voorbereiding aan. Ja. Dus het is wel echt, om echt zeg maar, de top te bereiken, dat doe je niet zomaar in 1 of 2 jaar. Ja, je hebt het dus weer goed gedaan, we zijn voor de tweede keer kampioen. Deze keer in Polen, vorige keer was het in Madrid, geloof ik. Ja. Maar krijg je nou dan ook heel veel felicitaties van over heel de wereld? Of is dat toch iets, vooral van de jongens hier, of de jongens en meisjes moet ik misschien wel zeggen? Nou, het is zeker binnen de kartwereld wordt er met heel veel waardering, krijg je heel veel respect van andere rijders. Vooral omdat ik gewoon al jarenlang echt op een hoog niveau meerijde. In 2009 scoorde ik voor het eerst een top 3 klassering bij het WK. Okay. En in de 10 jaren daartussen heb ik gewoon heel vaak de top 10 ben ik geëindigd. Dus je merkt gewoon dat heel veel andere rijders die weten ook hoe moeilijk dat is, dat die dat heel erg waarderen. Maar tegelijkertijd krijg je ook via Facebook en via andere media krijg je enorm veel leuke reacties. Dus, ja, dat is wel heel erg gaaf om te zien dat het toch ook een beetje erkend wordt als echte sport. Want, ja. Want vaak kennen mensen het karten niet zo. Nu met Max Verstappen is dat natuurlijk wel iets aan het veranderen. Dat meer mensen de autosport volgen. Maar het blijft een relatief kleine sport die door mensen toch vaak wordt onderschat. Maar als je het zelf een keer probeert, bijvoorbeeld hier, dan zal je gauw merken dat het toch best wel zwaar is. En dat je ik heb het wel eens geprobeerd. Nou, ik was en niet zo talentvol, maar ik vond het ook echt... En dan nemen we de 3 achter elkaar en dan heb je gewoon hele trekkende armen krijg je ervan. Ja, ja. Maar heb jij geen last meer van? Of heb je gewoon hele grote spierballen? Nou, het is gewoon training, ook fysieke training. Want ja. Soms rijden we ook wel eens endurance races van waarbij je gewoon 3 uur aan een stuk rijdt. En ja, dat is gewoon fysiek heel erg zwaar. Dus dat moet je echt niet onderschatten. Ja. Hey, maar nu kampioen, gefeliciteerd. Dat heb ik nog niet eens tegen je gezegd. Dus van harte gefeliciteerd zelfs. Als je nou jonge talentjes komen die graag wat willen weten. Als jij hier dan bent, kunnen ze je dan vragen stellen? Ben je dan bereid om wat uitleg te geven of doe je daar niet aan? Ja, dat doe ik zeker. Dat vind ik alleen maar hartstikke leuk. Want ik vind het ook leuk om anderen... Ik begeleid ook jonge talenten. Dus ik vind het alleen maar leuk om anderen te helpen en beter te maken. Tot het moment dat ze zo goed worden natuurlijk dat ze een dreiging worden van mijzelf. Ja. Maar nee, bij de kartbaan geven we ook genoeg lessen. Dus dat kan altijd. Nou super. Nou, dankjewel voor je toelichting en geniet er nog even van. En we zien je nog wel eens op de kartbaan dan. Dankjewel.